Hallo allemaal, welkom bij de volgende les. Vandaag bespreken wij de conceptuele kunst. Nou, voordat we gaan kijken naar een aantal zijstromen of zijstapjes in die conceptuele kunst, wil ik jullie eerst de algemene kenmerken van de conceptuele kunst met jullie eventjes op een rijtje zetten. Allereerste kenmerk is dat de nadruk ligt op het idee, en het concept eigenlijk, hè, want een concept is niks anders dan een idee of een ontwerp, achter het kunstwerk. En in de jaren 60, want daar ontstaat de conceptuele kunst, gaan een heleboel kunstenaars echt de grenzen van de kunst opzoeken. Men vindt dat alles al een beetje gedaan is en gaat dan echt verder als dat er ooit gedaan is. En daarvanuit ontstaat dus het idee dat het idee of het concept achter een kunstwerk belangrijker is. En dat de uitvoering vaak niet eens altijd nodig is, omdat het idee belangrijker is. Nou, tekst speelt een belangrijke rol. Tekst is belangrijk, want tekst, daar kun je een idee mee duidelijk maken. En die tekst wordt dan vaak ook het kunstwerk. Tekst op glazen platen, zoals je straks gaat zien, in neonverlichting uitgevoerd. En dan vaak gericht op het feit om mensen na te laten denken over datgene wat ze zien. En we gaan in de conceptuele kunst de opkomst van de performance en de happening zien. Allebei, de overeenkomst van de twee is dat ze allebei gebruik maken van het publiek, ja, wat het kunstwerk komt bekijken. Alleen bij een happening is het zo dat het publiek wordt uitgedaagd om deel te nemen aan het kunstwerk. En bij een performance is het publiek er alleen maar om het te bekijken, om het aan te horen en niet om deel te nemen. Bij een performance is het vaak ook onbelangrijk hoe het publiek erop reageert of ze er überhaupt wel zijn. Fotografie speelt een grote rol bij het vastleggen van performance en happening. Nou, zoals bij de land art, fotografie en tekeningen of ontwerptekeningen belangrijk zijn om als enige overblijfsel van het kunstwerk, zo is dat eigenlijk ook een beetje bij de conceptuele kunst. Als er een performance of een happening plaatsvindt, dan zijn foto's of film vaak het enige overblijfsel. Nou, bij performance was het vaak niet eens belangrijk of er überhaupt iets overbleef. Maar als er dan toch foto's en films gemaakt werden, dan zijn dat de enige restanten van het kunstwerk. Het menselijk lichaam wordt ingezet als kunstwerk. Dat ga je heel duidelijk terugzien in de body art. En niet alleen in de vorm van dus performance en happening, maar ook dat het lichaam verminkt wordt, vaak ook. Of letterlijk een rol speelt in het kunstwerk, ga je zien bij de body art. En toeschouwers maken deel uit van het kunstwerk via environment en happening. Ja, dus dat de toeschouwers actief betrokken worden bij het kunstwerk en er onderdeel van uit gaan maken of er doorheen kunnen lopen. Eventjes een aantal conceptuele kunstwerken voordat we gaan toespitsen op de zijstapjes, de zijstromingen. Hier zie je een werk van Stanley Brun uit het Krullemuller Museum. En het enige wat je ziet, en nou heb je ook hier dat tekst belangrijk is, is een bordje met daarop de tekst beginpunt van een door Stanley Brun op 20 december 1984 gelopen afstand van 82 stappen. Nou, op het linkerplaatje zie je zo'nzelfde bordje, alleen niet leesbaar. Zelfde tekst, alleen is er nu een afstand gelopen van 1761 stappen. En verder zie je niks. Je ziet alleen het bos waarin de plaatjes geplaatst zijn. Dit is dus heel duidelijk conceptuele kunst. Hij heeft een idee van een wandeling die hij gelopen heeft van 82 stappen of van 1761 stappen. En het is aan de toeschouwer om het kunstwerk te maken. In zijn gedachten visualiseert hij zich de wandeling. Ja, dus Brown suggereert ruimte door de toeschouwer de voorstelling van de wandeling in zijn hoofd te prenten. En in de geest van die toeschouwer ontstaat dus een begrip van afstand en ruimte. Hier zie je nog een werkstuk of een kunstwerk waarbij tekst heel belangrijk is. Het werk van Jozef Kossuth. Het bovenste, Neon Electrical Light. En als je goed kijkt naar de tekst, dan zie je letterlijk staan Neon Electrical Light, English, Glass, Letters, Green, 8. En dat is de bovenste regel, uitgevoerd in groen. Daaronder bijna dezelfde tekst, alleen blauw licht, blue en in het rood red.
Dus hij beschrijft eigenlijk letterlijk wat hij doet met de tekst en het werk wat hij heeft gemaakt. En ook om je dus na te laten denken over datgene wat je ziet. Daaronder hetzelfde laken een pak. Het werk heet Leunen helder glas vierkant. Zoals de woorden op de glazen platen. En hij beschrijft letterlijk wat die glazen platen doen en zijn. Ze leunen tegen de muur. Het is helder of doorzichtig glas. Het is een glazen plaat op de derde glasplaat. En het is een vierkant. Een square. Nou, de conceptuele kunst was ook een beweging. En de bewegingen die we straks gaan bekijken zijn ook allemaal kunststromingen die schoppen tegen normen en waarden. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Het werk van Wim T. Schippers, wat hij maakte in het Boijmans van Beuningen Museum, een pindakaasvloer. En je ziet ook dat het nieuwsbericht daar heel duidelijk over spreekt. Het feit dat het schopt tegen gevestigde normen en waarden. Een ongekend brutaal werk, staat er in de Volkskrant. De conceptuele kunst kent een aantal stromingen. De happening, fluxus, body art en environment. En we gaan deze vier substromingen, deze vier zijstapjes van de conceptuele kunst wat nader bekijken. De happening als eerste. Bij de happening was het belangrijk dat er publiek aanwezig was en dat het publiek ook werd uitgedaagd, aangezet tot meedoen aan de kunst. Of het kunstwerk in het algemeen. De kunstenaar zette iets in scène, die zette iets op poten en vervolgens kon het publiek daarop reageren door te schreeuwen richting de kunstenaar of door hem aanwijzingen te geven of door letterlijk de spullen op te pakken en iets te doen. Je ziet hier het werk van Yves Klein, die heeft een compleet orkest neergezet, naakte vrouwen en zijn bekende blauwe kleur, want daar staat hij onbekend, zijn blauwe kleur verf. En die dames die worden ingesmeerd met verf, gaan op de vloer liggen, worden over de vloer gesleept en moeten afdrukken maken tegen een canvasdoek wat tegen de muur hangt. En allemaal onder de begeleiding van de muziek van een orkest en de aanwijzingen van de kunstenaar en van het publiek. En rechts zie je dan een van de weinige fysieke overblijfselen van de happening. Even kort in beeld, Yves Klein. Mars 1960, ses pinceaux vivants entrent en scène à la Galerie internationale d'art contemporain. Pierre Restany lance le mot d'anthropométrie. On m'a dit que je ne faisais rien d'autre que recréer la technique de l'action painting des abstraits américains Pollock, Newman ou de Kooning. J'aimerais qu'on se rende bien compte que mon entreprise se distinguait totalement de l'école de New York. L'enjeu de cette performance était surtout de définir une distance constante entre la peinture et moi. Un débat s'ensuit. Restany déclare que tot zover Yves Klein. Je ziet hier het publiek zitten in het laatste shot. Bij Yves Klein is het moeilijk vaak om te spreken van een happening, omdat hij eigenlijk zijn eigen modellen gebruikte. En ja, het publiek mocht wel aanwijzingen geven, maar hij bepaalde toch grotendeels zelf wat er gebeurde. Nou, andere voorbeelden van happenings. Hier zie je de Amerikaan Jim Dine in Car Crash. En je ziet ook letterlijk op de rechterfoto dat het publiek zich bevindt midden in het kunstwerk op stoeltjes. En om hen heen en door hen heen gebeurt er van alles wat door de kunstenaar, die je links onder in beeld ziet met zijn badmuts op, voor aanwijzingen gaf. De kenmerken van de happening. Optredens met publiek en het publiek heeft invloed op het kunstwerk. Dat zie je heel mooi in dit werk van Alan Kaprow, The Yard. Dan werd een ruimte gevuld met autobanden. En die autobanden, daar mochten de toeschouwers overheen lopen. Ze mochten het vastpakken, ergens anders neerleggen. Dus zij veranderden het kunstwerk ook fysiek. Hier zie je dat nog een keer in het werk van Alan Kaprow. Women licking jam of a car from his happening household. En
Hij smeerde een auto in met jam. Vervolgens mochten de dames daar de jam van aflikken. Nou, ook hier wordt dus de toeschouwer uitgedaagd om iets te doen. Het verloop is afhankelijk van omstandigheden. Nou, dat zie je heel mooi. En nog een ander werk van Capro, Fluids. En als je goed kijkt naar de tekst, dan staat daar dat gedurende 3 dagen 20 bouwwerken, rechthoekige bouwwerken, gaan ontstaan van ijsblokken. En die worden gebouwd door de hele stad. En hun muren zullen ongebroken zijn. En die worden daar neergezet totdat ze gaan smelten. Nou, afhankelijk van hoe warm het is, afhankelijk van hoeveel mensen er komen opdagen, zal zoiets wel of niet lukken. En je ziet hier dat er dus echt mensen bezig zijn. De kunstenaar die geeft een idee en andere mensen voeren het vaak uit. En dat is heel kenmerkend aan een happening. Dus het idee komt van de kunstenaar en de uitvoering valt of staat met publiek. En hoe lang zoiets staat is natuurlijk van allerlei omstandigheden afhankelijk. Het is afzetten tegen gevestigde waarden en normen. En het werk van Wim T. Schippers, heel duidelijk, ja, van de pindakaasvloer, een ongekend brutaal werk. Ja, wie legt er nu een pindakaasvloer in een museum? Nou, en Wim T. Schippers, die zien we ook terug in de beweging Fluxus. Want in Fluxus, ook daar werd de happening toegepast. Happening is een kunstterm. En Fluxus maakte gebruik, een kunstenaarsbeweging die gebruik maakte van de happening. Dat zie je heel mooi terug in het werk van Yoko Ono. Dat laat ik je zo zien. Fluxus betekent letterlijk zuiverende stroom. En Fluxus was een beweging die zich vooral bestond uit muzici, dichters en ook beeldend kunstenaars. Dus het was eigenlijk een kruisbestuiving, hè? Verschillende kunstdisciplines die bij elkaar komen. En zij deden hun happenings en hun performances vaak buiten de musea en de galeries. Ik laat je het werk van Yoko Ono zien, Cut Piece. En in dit werk zit zij in een ruimte. Yoko Ono is de vrouw van de Beatle John Lennon. Was de vrouw van de Beatle John Lennon. Zij zit in een ruimte, heeft een schaar voor zich liggen op de grond en het publiek wordt uitgedaagd om stukjes van haar kleding te knippen. Volgend fragment, hier zien we Wim T. Schippers weer terug. Hier zie je heel duidelijk in dat het kunstwerk zich dus buiten de galeries en de musea kan afspelen. En dat het echt gaat om een idee. Ja, Wim T. Schippers leegt een limonadeflesje in de zee bij Petten. Je krijgt nu het nieuwsbericht te zien van dit kunstwerk. Te Petten, dicht bij de Honsbosse Zeewering, is 's morgens om 11 uur onder belangstelling van de plaatselijke bevolking door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee geleegd. Het was een voor pers en televisie herhaalde daad die eerder plaatsvond op 29 oktober 1961. Wim T. Schippers, voor wiens Anatomical Works ook van buitenlandse zijde belangstelling bestaat, maakt werken voor alle zintuigen. De gazeuzen bij Petten zouden wij misschien het beste een soort feitkunst kunnen noemen. In plaats van met verf en linnen werkt hij met het stellen van feiten. In dit geval is het kunstwerk dus niet een schilderij of een gedicht, maar het legen van een flesje limonade bij Petten. Nou, dat er heel duidelijk hier het gaat om het idee, wordt heel duidelijk hoorbaar in wat de meneer, de commentator, zegt in de laatste paar zinnen. Hij noemt het feitkunst. Hè. Het wordt geen schilderij of een beeldhouwwerk, maar het wordt een idee. Het idee van het legen van het flesje, de daad die hij doet van het legen van het flesje in zee.
de kenmerken van Fluxus. Los van de musea en commercie. Zij waren tegen de commerciële kunstwereld ook, hè, het kopen van kunst. En zij maakten hun performances vaak ook buiten en happenings buiten de musea en de galeries. Nou, dat zie je hier al mooi. Fluxus Street Theater. En dat is free. Ja, dus tegen de commercie. En je ziet hier een optreden van iemand die bezig is en verstrikt raakt in zijn eigen viool. Zij organiseerden festivals en concerten. Niet zo heel gek als je te maken hebt met muzici en met dichters. En dat zie je hier heel mooi. Het is een zaal, een theaterzaal, waarin Dick Higgins een performance doet uit de Fluxus Internationale Festspiele. De handeling wordt gezien als kunst en niet de documentatie ervan. Dus ook al worden er foto's gemaakt en worden er filmpjes gemaakt, het kunstwerk aan zich was op dat moment dat deze meneer over die piano loopt en dat iedereen bezig is met die piano. Dus de performance zelf was de kunst en niet de documentatie. De rol en de reactie van het publiek zijn niet belangrijk. Het is een performance, hè, en bij Fluxus zag je heel vaak performances. En daarbij gaat het niet om de rol en de reactie van het publiek. Ja, die konden er zijn, die konden het bekijken, maar hadden geen invloed op het verloop van de performance. Hier zie je Joseph Beuys. Hoe leg je afbeeldingen uit aan een dode haas? Hij liep hier met een gezicht van bladgoud, of beplakt met bladgoud, en een dode haas door een museum. En vertelde aan die dode haas alles wat hij zag. Dus hij vertelde over de schilderijen, over de beeldhouwwerken. Zij legde de afbeeldingen uit aan een dode haas. Dan gaan we naar body art. Nou, bij body art draait het allemaal om het menselijk lichaam in de kunst. Nou, heel duidelijk zichtbaar hier in het werk van Gina Payne. De psycho-actie, de psycho-actie waarbij zij zichzelf vermengt. En dat het bloed dus zeg maar laat vloeien over haar lichaam. Heel duidelijk zichtbaar dat het dus gaat om lichaamsverminking in dit geval. Daaronder zie je, of daarnaast zie je een werk van Gunther Bruss, zelfbeschildering uit 1964. Hij doet net alsof hij zijn hoofd doorklieft met een bijl en dan met rode verf schildert hij zijn wonden op zijn hoofd. Een andere bekende kunstenaar uit de body art, Stellark, de Griek, die zie je hier. Die hing zichzelf vaak op aan vleeshaken. Maar onderzocht ook de extensies van het lichaam. Hier naast zie je dat bij de extended arm. Waarbij hij een kunstarm, een extra arm maakt aan zijn lichaam. Ik laat je daar wat beelden van zien. Kenmerken van de body art. Het lichaam als kunstwerk. En hier zien we hem weer. De derde hand van Stellark uit 1995. Ja, dus een extensie aan het lichaam plaatsen. Het leven van de kunstenaar staat centraal. En dat zie je heel mooi in het werk van Orlan. Een mevrouw die zichzelf allerlei plastische chirurgie laat aanmeten in bijna performances, operaties die eruit zien als een performance. Want je ziet haar hier in een geanceneerde operatiekamer met mensen met een operatielamp erboven en mensen in chirurgische kleding die een beetje opgepimpt zijn, die pakken. En zij wordt dan echt geopereerd. En je ziet ook dat zij voorleest uit een boek. Zij heeft een kunstwerk gemaakt waarbij zij haar lichaam gebruikte om de 7 schoonheden van mensen uit de kunstgeschiedenis, of die afgebeeld waren in de kunstgeschiedenis, op zichzelf te laten toepassen. Waaronder bijvoorbeeld van Botticelli, de Venus van Botticelli. Daar had zij
een onderdeel van die zij dan toe liet passen op haar eigen gezicht of op haar eigen lichaam. Dus zij liet vet bij zichzelf weghalen, ze liet haar wangen dikker maken, waardoor ze bollere wangen kreeg. Jukbeenderen eigenlijk. En zo werden al de 7 schoonheden van de grootste vrouwelijke schoonheden uit de kunstgeschiedenis toegepast op haar eigen lichaam in operaties die er nogmaals uitzagen als performances. En dat liet zij dus gedurende een periode van haar leven bij zichzelf doen. Niet in één keer, dat gebeurde over in het verloop van een aantal jaren. Dan gaan we naar de laatste zijstap, de environment. Een environment komt eigenlijk voor een groot deel uit de pop art, want je gaat dingetjes zien die uit de pop art afkomstig zijn. Alleen in de kunstwereld is het zo dat er op een gegeven moment een heleboel stromingen zijn die zich afzetten tegen de normen en waarden van de westerse consumptiemaatschappij. Het dadaïsme, dat heel duidelijk de westerse beschaving de schuld gaf. En de ontwikkeling van die beschaving de schuld gaf van de Eerste Wereldoorlog. En dat ga je steeds vaker zien in de periodes die wij van dit jaar behandeld hebben. En vanuit de jaren 60, jaren 70 ontstaat er de hippiecultuur. En die hippiecultuur die zet zich ook af tegen het materialisme van de westerse maatschappij. En dan ontstaan er alternatieve leefgemeenschappen, communes. En vanuit die alternatieve leefgemeenschappen en die communes ontstaat ook deze nieuwe kunstvorm, de environment, een omgeving, een nieuwe omgeving, een andersoortige omgeving. En dan ontstaat er in de kunstwereld, ontstaan er kunstwerken waar de toeschouwer zich letterlijk zich in kan begeven, het doorheen kan lopen. Nou, hier zie je dat heel mooi in het werk van Edward Kienholz, The Beanery, waarin hij op een toch wat vreemde manier zijn eigen stamkroeg nabootst. Alleen de hoofden van de bezoekers van die stamkroeg, die hoofden vervangt hij allemaal door klokken. Kijk eventjes mee hoe dat eruit ziet. Tot zover eventjes de Beanery. Als je goed hebt opgelet, dan hoor je ook daadwerkelijk muziek spelen. Muziek zoals je die ook in die kroeg zou horen. En als je daarin loopt, dan ruikt het zelfs naar sigaretten, naar verschaald bier. En als toeschouwer kun je dus je letterlijk begeven in het kunstwerk. Dan een ander werk van Edward Kienholz, het draagbaar oorlogsmonument. Ook daar kun je doorheen lopen of inlopen. En als je goed kijkt links in het kunstwerk, dan zie je waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. Want hij haalt dat uit het War Memorial in Arlington. De strijders die de Amerikaanse vlag neerzetten in de grond. En het enige wat hij doet, is dat hij er anonieme vechtmachines van maakt. Want hij haalt de hoofden weg. Onder de helmen zitten geen hoofden. En hij plaatst dat in een nogal surrealistische omgeving. Want hij plaatst dat op het terras van een Amerikaanse diner. Want als je goed kijkt, dan zie je hotdogs en chili staan. Je ziet mensen zitten die aan de bar van die eettent zitten. Verder staan er gewoon stoeltjes en tafeltjes buiten. En een frisdrankmachine naast de diner. Maar ook hier kun je je dus in het kunstwerk begeven. De kenmerken van environment.
Je bevindt je letterlijk in het kunstwerk. Nou, dat was heel duidelijk in het werk van Kienholz, de Beanery. Ja, waar je ook, hij staat in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En soms moet je even wachten, maar je kunt dus letterlijk naar binnen. Het is niet heel groot, dus je zult soms even moeten wachten, maar je kunt er wel degelijk naar binnen. De kunstwerken roepen een vervreemdend gevoel op. En dat zie je heel mooi in het werk van George Siegel, de Diner uit 1964. Siegel, pop-art kunstenaar, maakt ook dit soort werken, waarbij hij zijn witte gipsverbanden figuren in een omgeving zet. Ook hier, ja, het werkt vervreemdend omdat je levensechte figuren ziet, levensgroot ook, alleen helemaal uitgevoerd in wit gipsverband. Maar ook in een omgeving die echt zou kunnen zijn. Dus dat maakt het nogmaals vreemder als de realiteit. De kunstenaars creëren ruimte door hun beelden uiteen te nemen of zorgvuldig de ruimte te enceneren. Dat zie je, of zag je heel duidelijk in het werk van Kienholz, het draagbaar oorlogsmonument. Hij pakt twee scènes die hij samenvoegt en maakt daar dus een nieuwe ruimte van. En men onderzoekt de relatie tussen ruimte en licht. En dat zie je heel mooi in dit werk van Richard Serra. Nou, we hadden al gezien dat dit een minimalist was. Maar als je toch kijkt naar dit werk, dan is hij wel degelijk bezig met het scheppen van een nieuwe ruimte. Een nieuwe omgeving. Hij plaatst zijn stalen, kort en stalen platen in een ruimte van het Boijmans van Beuningen Museum. Zo hoog dat je er niet omheen kan kijken. Maar hij bepaalt met zijn platen wel hoe je die ruimte opnieuw beleeft. Dus ook hier zie je weer dat de scheidslijnen tussen de verschillende kunststromingen vervagen, zeg maar. Hè. Een kunstenaar werkt niet alleen maar minimalistisch. Maar ook door het werk zo te plaatsen, creëert hij zijn eigen ruimte en hoe men de ruimte beleeft. Tot zover de conceptuele kunst.